Wel, nu wel. Ga je de motor even aanzetten? Ja. Onze auto, hè? Kijk eens even. Dit is onze auto. Moet je eens even kijken. De trotse vader. Kijk eens even wat blij. Ik ben zo blij. Ik ben zo trots. Het ziet er onwaarschijnlijk mooi uit. Loop eens rond de auto. Ja. Rijd eens terug. Ik hoor het geluid niet eens meer van de auto. Paf. Nou, dat is natuurlijk ook leuk, hè? Dat is echt ons kenteken, hè? Het is geen voorlopig kenteken. Nee, dat is ons kenteken. Beetje dus moeilijk achterin komen. Het zwarte gat, moet je kijken. Het zwarte gat is dit. En dan zit hier ergens een lipje. Ja, zal ik hem overmaken hier? Ja, nou, die kan het ook wel. Kijk, dat is ons thuiskomertje. De accu. De accu is van oktober 13. Oké. Okay. Hij is dus nieuw. Oktober 13. Banden. Michelin. Michelin banden. Ja, nou moet je even de deur openmaken en even naar binnen kijken. Ga ik er even uit, laat ik jou even kijken. Kijk. Ja, je ziet er niks aan verder. Maar we hebben natuurlijk wel een koelertje mee. Hè? We gaan eventjes op show. En beide voorstoelen zijn allemaal elektrisch te bedienen. Ja, kijk. Die heb je... Omhoog, omlaag, naar voren, naar achteren. Dat is de elektrische bediening. Die zit ook op die andere stoel. En ondertussen loopt de motor, hè? Dat hoor je gewoon niet. Een 3,5 liter motor. Ja. Als we het gaspedaal intrappen, dan voel je als een raket naar voren spuiten. Ondanks dat het ding 2,5 ton weegt. Wat kan een mens gelukkig worden van een materialistisch ietsje? Materialistisch. Ja, dat zei ik ook. Een materialistisch iets. Gewoon materialistisch, een bak van een car. Ja. Ik ga nog even iets achteruit. Doe de deur even dicht, voor de stroomlijn laten zien. Ja. Zo. Heb je hier al een shot gemaakt zo? Lampjes aan. We hebben geen automatische verlichting. Dat moeten we zelf aandoen, de lampjes, als het donker wordt. Nou. Misschien nog in de menulijst. Nee hoor, het bolletje is er niet. Nou. Gaaf? Of niet?